Op het kruispunt van voor- en achterland ligt Dordrecht Inland Seaport. Het is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland, in een van de sterkste maritieme clusters ter wereld. Voor logistiek, de maritieme maakindustrie en op- en overslag van bulk is de haven van Dordrecht een slimme keuze. Mampij is al 112 jaar oud. In het centrum van Dordrecht begonnen met het leveren van veiligheidsproducten voor havens en voor schepen. De voordelen van vestiging in Dordrecht Inland Seaport voor het transport van producten, maar ook voor het personeel wat we hebben, zijn de goede bereikbaarheid over water en over de weg, maar ook via de spoorlijn. Dankzij de waterdiepte van bijna 10 meter is Dordrecht Inland Seaport ook toegankelijk voor zeeschepen. Bedrijven als Silo Dordrecht profiteren van deze strategische ligging aan diep water. Wij zitten sinds 1991 in Dordrecht. We komen uit Zwijndrecht en wij waren op zoek naar dieper vaarwater. Dat hebben we hier, bijna 10 meter voor de kant. En meer ruimte en een silo. Achter me zie je de steiger lopen. Daar willen we een nieuwe laadinrichting, een nieuwe losinrichting bouwen. Dan kunnen we op 12.000 meter 3, misschien wel 4 nieuwe loodsen bouwen voor dingen die we nu nog niet kunnen doen. Dordrecht heeft als voordeel ten opzichte van Rotterdam dat wij hier dicht bij de snelweg zitten. En dat je hier snel aangereden en weggereden komt en niet in de drukte rondom de ring van Rotterdam zit. En het werkt wat makkelijker en wat sneller allemaal. Samen met de gemeente en het bedrijfsleven herontwikkelt havenbedrijf Rotterdam Dordrecht Inland Seaport de komende jaren tot een aantrekkelijke vestigingslocatie. Naast het investeren in de openbare ruimte en het verbinden van haven en stad, stimuleert havenbedrijf Rotterdam ook ondernemersinitiatieven. We zijn destijds als klein kraanbedrijf begonnen, maar we hebben ons dienstenpakket steeds verder uitgebreid. Je ziet dat een klant tegenwoordig ontzorgd wil worden en wij proberen dat te doen door steeds verder in de keten naar voren te schuiven. Al die tijd in Dordrecht gezeten, diverse keuzemomenten gehad om te gaan verkassen. Maar eigenlijk voelen we ons thuis. De Dordtse mentaliteit spreekt ons aan. Maar ook onze markt vindt voor een groot gedeelte plaats in de Drechtsteden. We doen enorm veel in de zware industrie, scheepsbouw. Wat veel plaatsvindt in Zwijndrecht, in Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht. Vanuit ons is de hele Rotterdamse haven tot aan de Europort binnen een uur bereikbaar. En we zijn ook binnen een uur zijn we in Zeeland. Dus wat dat betreft zitten we hier zeer centraal. Dordrecht Inland Seaport, een aantrekkelijke vestigingslocatie in de haven die je verder brengt. Hier is ruimte voor groei, innovatie en duurzame ontwikkeling.